Afgelopen vrijdag en zaterdag vormde de parade het decor van het Be There Festival. Het festival is voornamelijk bedoeld voor jongeren. Be There brengt met kunst, muziek en dans de jongeren bij elkaar. Het festival is een gratis terugkerend cultureel evenement dat elk jaar in de herfstvakantie wordt gehouden. Be There bestaat nu 10 jaar, maar we hebben vorig jaar besloten om een hele andere kant op te pakken. Alleen de naam te behouden, dus eigenlijk dit nieuwe Be There bestaat nu 2 jaar. En heeft het een reden gehad dat jullie de naam wel behouden hebben, maar het opzet veranderd hebben? Wij vinden dat Be There op zich een hele goede lading dekt, dus ben er. Dat is wel iets wat wij willen benadrukken. Het idee achter Be There is dat we door middel van toffe kunst en cultuur en muziek jonge mensen verbinden aan Den Bosch. Dus ben hier, dat is die naam, die trekt er nog heel erg de lading. Maar we hadden wel een project waarbij we dachten, ja, hier moet wel iets nieuws mee gebeuren. Vroeger waren wij een festival in de culturele instellingen, een week lang, elke dag een andere activiteit. En we hebben echt bedacht, oké, we gaan echt naar een festival. 2 dagen op de straat, goede kwalitatieve programmering en een hele laagdrempelige context. En op die manier proberen we een heel vet feestje neer te zetten. En richten jullie ook op een bepaalde doelgroep of is Be There echt voor iedereen om het te zijn? Nee, we richten ons wel echt vooral op studenten en zeg maar jonge mensen in Den Bosch. Dus dan kom je eigenlijk vooral een beetje op de 20ers uit. Dus wij proberen wel echt die nieuwe jonge garde in Den Bosch de kans te geven om hier iets te doen. Want naar onze mening mag er wel wat meer van dit soort gebeuren. Vandaar ook dat wij het gratis houden. Omdat ik denk dat je het op die manier ook echt laagdrempelig houdt. En ook iedereen van die leeftijd de kans geeft om dit mee te maken. En ik denk het mooie aan Be There is dat we naast dat we muziek en kunst programmeren, we ook een broedplaats hebben. Bird heet dat. En in die broedplaats kunnen eigenlijk alle jonge mensen met een tof idee in Den Bosch een container claimen, zoals we dat zeggen. En hun eigen concept een kans geven. Zo hebben we op dit moment alle 4 de studentenverenigingen de kans gegeven om hier iets te doen. En ik denk, dat geeft ook wel meerwaarde aan Be There. Je kan daar hele toffe dingen zien, maar je kan er ook zelf invloed op uitoefenen. En zo maakt Be There niet van 1 groep, maar dat is, willen we van een grote groep laten zijn die het omarmt. Ja. Het aantal bezoekers, heb je daar al een enig idee van? Het is inmiddels zaterdagavond. Nou ja, vorig jaar trokken we 5000 bezoekers en ik ga er wel vanuit dat we dit jaar gaan overtreffen. Ik schat een voorzichtige 6000 in, maar het zou natuurlijk mooi zijn als het meer wordt. En dat is ook ongeveer waar je vanuit bent gegaan voordat het begon, van 6000 bezoekers. Ja, je moet altijd je doelstelling hoger zetten dan dat je minimum is. Dus ons doel is dat wel, zeker. Ja. En het festival is op vrijdag en zaterdag. Waarom niet op zaterdag en zondag? Het is eerder de vraag waarom op vrijdag en op zaterdag. Want op donderdag is voor ons ook een erge studenten, jonge mensen, stapavond in de stad. Hebben wij heel lang over getwijfeld om het niet op donderdag en op vrijdag te doen. Maar ja, zaterdag is ook wel zo'n avond. En wij vinden het heel belangrijk omdat we in de avond zitten dat je echt die uitgaanssfeer meepakt. Zondag heb je die niet, simpelweg. Dan zouden we overdag een programma doen. Dat werkt niet, dat gaat onze doelgroep niet doen. Maar als we gaan groeien, dan zullen we denk ik eerder naar donderdagavond ook nog bij gaan pakken. Omdat dat echt ook de booming night is voor veel studenten vooral. Ja. En dan worden het 3 dagen. Dat zou heel mooi zijn, maar dat zijn dromen. Daar durf ik nog geen garantie op te geven. Maar je mag altijd blijven dromen natuurlijk. Absoluut. Ik ben hier, 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 ik ben hier
We dansen dadelijk de frietjes er weer vanaf. Dus, Net binnen of al heel de dag? Nee, we zijn eigenlijk pas net binnen. Maar we hebben tevoren gezellig even samen een beetje indrinken. En meteen aan het eten. Ja. Moeten wij ook doen. We moeten ook gaan eten. Aan te raden, is aan te raden. Want het is een hele goede friet. Ja, hij is best lekker wel, ja. Ja. Ja? Heb je het naar je zin? Ja. Ben je al ergens geweest? Nee. Alleen bier gedronken? Ja. Heel goed alternatief om nergens naartoe te gaan. Toch? Ja. Ik vind dat wij ook een biertje gaan drinken. Heb je het naar je zin? Oh, ik heb het ontzettend naar mijn zin. Ben je alleen hier geweest of nog ergens anders? Ik ben eigenlijk overal al geweest. Maar hier kan je lekker dansen. Dus hier ben ik aan het dansen. Ja, wij stonden net daar bovenop en we zagen je dansen. Oh, dat is wel heel ernstig. Nee, het was heel leuk. Oh, gelukkig. Fijne avond. Maar de mensen die hier zijn, zijn echt geweldig. Ik heb het flink naar mijn zin. Genoeg bier voor iedereen, dus vooral het happy hour is superleuk. Dus, Wanneer is het happy hour? Happy hour is, moet ik even nadenken hoor, het is tussen 5 en 7. Ja, het is kwart over 10. Ja, dus die is al lang voorbij. Maar ik heb toch genoeg muntjes gehaald. Dus, Wij hebben hele goede contacten bij de organisatie. Ik vind eigenlijk dat we gewoon nog een happy hour ertoe moeten heen. Absoluut, tussen 12 en 1. Nou, nog eventjes, maar tussen 12 en 1 vind ik een mooie tijd voor een happy hour. Kun je daar nog aan? Absoluut. Got a deal you wanna know. Delightful, truly delightful. Life making it, doing it, especially at a show. Feeling kinda high like a Hendrix haze. Music makes motion moves like a maze. All inside of me, heart especially. Hilt of the rhythm, where I wanna be. Come on, blowing with electric eyes. You dip to the dive, baby, you'll realize. Baby, you'll see the funk inside of me. Baby, you'll see that rhythm is a key. Get witty, can't think, quitty. Stomp on a speak when I hear a funk beat. Follow her to shoot, baby, just sing about the groove. Sing it.